En welkom iedereen dus in dit webinar rond digitale inclusie en begeleiding voor Dankjewel. anderstaligen. Ik ben heel blij dat we dit samen met LIGO Brusselaer kunnen doen. En ik wil Christophe Danens alvast bedanken voor zijn deelname, zijn presentatie. We nemen dit webinar op zodat jullie dit kunnen herbekijken. Dat komt ook op ons YouTube-kanaal terecht. En indien jullie vragen hebben, kunnen die in de chat gesteld worden. Wij antwoorden zo goed mogelijk en zo snel mogelijk in de chat. En zo niet meteen worden de vragen wel helemaal op het einde van het webinar beantwoord, ofwel door onze gastspreker Christophe Danens of mezelf. Zo. Op de agenda dus geven wij vandaag het woord aan een gastspreker van LIGO Brusselaer. LIGO is dus het Centrum voor Basiseducatie in Brusselaer. Dus de antenne in Brussel. En gaat het hebben over begeleiding voor anderstalige en ook laaggeschoolde personen, want dat is hun expertise. En hij gaat zijn ervaring en kennis vandaag met ons delen. We gaan ook een paar hulpmiddelen met jullie delen. Zowel Christophe als ik gaan dat doen. Welke tools jullie kunnen gebruiken, ofwel tijdens jullie begeleiding meteen, of die de cursisten kunnen gebruiken om eigenlijk te zorgen dat ze vlot met de maatschappij en alle digitale toepassingen mee kunnen. En op het einde, zoals aangekondigd, ook een kleine vragenronde, indien er vragen zijn. Nu, kleine context misschien ook waarom we het hebben over begeleiding voor anderstaligen. We weten dat er in België 46%, en dat zijn de federale cijfers, dus dat is voor heel België van toepassing, 46% van de maatschappij digitaal kwetsbaar is. Dat geldt voor de personen tussen 16 en 74 jaar oud. Jonger of ouder zijn hierbij zijn in deze cijfers niet meegenomen. Toont wel dat zelfs voor de actieve bevolking bijna 1 op de 2 personen digitaal kwetsbaar is en dus vroeg of laat problemen gaat tegenkomen of kan tegenkomen om voor een bepaalde administratieve procedure op school, op zoek naar werk of misschien zelf vrije tijdsbestedingen problemen gaat tegenkomen en niet tot het einde van de procedure gaat kunnen geraken. Wie is daarbij betrokken? We zien dat het ook jongeren zijn die niet mediawijs genoeg zijn en misschien in de val lopen van phishing of smishing. Die na eens als ze uit het school komen, misschien zelfs geen cv kunnen opstellen of Word, een tekstverwerker, niet goed of goed genoeg kunnen gebruiken. Er zijn een paar voorbeelden. Ze zijn misschien wel vlot met TikTok, Instagram, Snapchat, noem maar op, of spelletjes. Andere doelgroepen zijn senioren, is iets meer cliché, daarom niet minder waar. Zij zijn ook zeker digitaal kwetsbaar. Professionals, omdat er een nieuwe applicatie of een nieuw programma op de werkvloer gebruikt moet worden. Mensen die misschien vanwege een herstructurering binnen het bedrijf nu wel digitale toepassingen gaan moeten gebruiken. Mensen die bijvoorbeeld in een usine werken en dan toch een computer gaan moeten gebruiken, die moeten zich daar dus aan aanpassen. En tot slot ook mensen die zowel sociaal als digitaal benadeeld zijn en die dus bovenop het digitale ook nog andere vormen van kwetsbaarheden ervaren. En mensen die uit het buitenland komen en die de Nederlandse taal of Frans of Engels of Duits misschien zelfs in België niet of niet goed praten, zijn sterker benadeeld. Digitale kwetsbaarheid is ook
Dan hebben we het ook over problemen met toegang tot de apparatuur, gebrek aan geletterdheid, niet kunnen gebruiken hoewel je het thuis hebt. En vandaag hebben we het dus over taal en laaggeschooldheid, hoe dat eigenlijk taal en gebrek aan vaardigheden of kennis toch wel een probleem kan zorgen wanneer dat je in de samenleving wil integreren. Daarvoor hebben we Christophe Daanens van Lego Brusselaer uitgenodigd. En hij gaat dus vandaag het woord nemen. Hartelijk bedankt, Christophe, dat je erbij bent. En dus aan jou het woord. Eerst je micro aanzetten. Ja, ik ga ook even proberen om te delen in elk geval. Ja. Ik stop met delen. Ja. Zodat jij het kan overnemen. En opnieuw, indien er vragen zijn, stel ze gerust in de chat. En weet ook dat we deze presentatie met iedereen gaan delen na verloop van het webinar. Voilà. Ik hoop, denk dat iedereen mijn slides kan zien of mijn presentatie. Klopt dat? Ja, correct. Correct. Ja, oké, prima. Voilà, bedankt voor de introductie. Ik ben ook heel blij dat ik hier mag zijn om jullie wat meer te vertellen over hoe wij bij LIGO, Centrum Basiseducatie Brusselaer, werken aan die digitale inclusie. Ik ga mij kort voorstellen. Ik ben dus Christophe Daanens. Ik heb al heel wat watertjes doorzwommen bij LIGO Brusselaer in de basiseducatie. Ik heb heel lang NT2 gegeven, dat is Nederlands tweede taal. ICT in het begin heel vaak aan senioren, Nederlandstalige senioren. Nu geef ik meer en meer ICT ook aan anderstaligen. En ik ben op de school, want LIGO Brusselaer is een school eigenlijk voor volwassenen, nu ook verantwoordelijk voor het ICT-pedagogisch. Ik ben technisch misschien niet zo heel sterk, maar dat is dan een andere persoon die zich daarmee bezighoudt. Die inhoud, die pedagogische inhoud, dat is natuurlijk voor ons cursusaanbod ICT, want wij geven ook echt ICT-cursussen. Maar dat gaat straks heel duidelijk worden. Dat ICT-pedagogisch luik is ook superbelangrijk in ons ander aanbod. Dit zijn onze cursisten. De cursisten van LIGO Brusselaer, een heel verscheiden publiek. Het zijn wel meestal, in de meeste gevallen, kortgeschoolden. Het gaat ook over volwassenen. Kortgeschoolde volwassenen. En kortgeschoold betekent eigenlijk een ding dat wij hanteren. Geen diploma hoger secundair behaald. Nog in België, nog in een ander land. Cursisten kunnen bij Brusselaer heel veel verschillende cursussen volgen. Hè. Bij Brusselaer zijn het grootste aantal leerders volgen wel een taalkursus. Hè. Dus je hebt enerzijds dat NT2-aanbod, Nederlands tweede taal, voor mensen die echt Nederlands willen leren. Maar het grootste deel van onze taalleerders zit eigenlijk in de alpha, in het alpha-aanbod. En dat betekent dat zij eigenlijk extra aandacht nodig hebben voor lezen en schrijven. En dat is eigenlijk het grootste deel van onze taalleerders. Wij geven dus ook cursus ICT, maar nog heel veel verschillende andere dingen. Theorie, rijbewijs, rekenen enzovoort. Allemaal in een onderwijscontext, hè? Dus in een modulair aanbod vooral. Maar we hebben ook heel veel partnerwerkingen. Wij geven heel veel cursussen in ouderwerkingen in Brusselse Nederlandstalige scholen. Wij staan in buurthuizen, in de gevangenis. Wij zijn een beetje overal te vinden. Belangrijk hier, hè, want bijna al onze cursisten zijn dus wel degelijk anderstalig. Hè. Vaak, dat is dan de Brusselse context, spreken ze wel een woordje Frans, maar zeker niet allemaal. Hè. Dus er zijn heel wat cursisten die nog Nederlands, nog Frans spreken. Sommigen dan weer wat Engels, maar sommigen ook heel veel verschillende
talen. Dus ja, het is echt enorm. Ik heb het niet opgezocht van hoeveel nationaliteiten dat wij lesgeven, hoeveel talen, maar het is super divers. Het Nederlands dat wij geven, dat is ook wel belangrijk om te weten. Wij zijn het Centrum voor Basiseducatie, dus wij richten ons ook op de basis. Hè. En als het over Nederlands gaat, als mensen bij ons Nederlandse les volgen, dan geven we les tot, misschien hebben sommige mensen daar zicht op hoor, op, tot richtgraad 1 of A2. Dat is een basisniveau, bijna een overlevingsniveau. Dat betekent dat mensen die bij ons afstuderen, dat zij kunnen, dat zij eenvoudige conversaties kunnen, aangaan. Dat zij naar de winkel kunnen gaan en iets bestellen. Eenvoudige teksten kunnen lezen en begrijpen. Als ze natuurlijk nog verder willen gaan in dat Nederlands leren, dan gaan ze heel vaak naar een CVO, een Centrum voor Volwassen Onderwijs. Voilà. Samengevat eigenlijk, een van de 13 centra voor basiseducatie. Wij geven cursussen voor kortgeschoolde volwassenen, divers aanbod, gaande van taal tot theorierijbewijs en allerlei opleidingen en vormingen in gevangenis en op de werkvloer. En heel veel samenwerkingen waar wij eigenlijk vooral werken rond geletterdheid. En die digitale geletterdheid is daar zeker de laatste jaren superbelangrijk in geworden. Maar onze basismissie is eigenlijk werken aan geletterdheid. En taal is daar zeker een aspect van, hè. Taalgeletterdheid, talige geletterdheid. Het kunnen schrijven, lezen, het kunnen begrijpen van gesprekken. Superbelangrijk, maar het is wel wat complexer geworden dan vroeger. Het gaat eigenlijk over informatie opdoen. Dat kunnen verwerken en die informatie die je aangeleerd hebt ook gericht leren gebruiken. En eigenlijk willen wij onze cursisten... willen wij dat ze mee zijn en ook dat ze mee blijven, hè, in een toch wel snel veranderende maatschappij. En het gaat dan over taal, maar het gaat ook over andere vaardigheden. Het gaat over financiële geletterdheid, het gaat over gezondheidsaspecten, het gaat over lezen, schrijven, het gaat over rekenen, cijfergeletterdheid. En zeker, het staat daarboven, hè, naast het geld, zeker ook dat ICT-gedeelte, dat digitale aspect, de digitale competenties, digitale vaardigheden. Ik ben te snel eigenlijk. In alles wat wij doen, hebben wij aandacht voor die brede geletterdheid. En we willen vandaag focussen op enerzijds taal, anderzijds dat digitale. Maar het valt nooit helemaal te scheiden. Dus we moeten het altijd hebben over die brede functionele geletterdheid en die kortgeschooldheid, wat zorgt dat mensen het op die diverse vlakken soms moeilijk hebben. Voilà. Daarnet heb je al wat cijfers gehoord. Ik wil er misschien nog enkele aan toevoegen om de context wel heel duidelijk te maken. Ik denk niet dat ze heel veel overlappen, want de cijfers die daar net genoemd waren, die spreken aan. Hè. Dus het is nodig dat er hard gewerkt wordt aan die digitale inclusie, aan digitale vaardigheden. En er zijn nog altijd een aantal kloven. Hè. Dus enerzijds nog altijd die toegang en dan gaat het over toestel en connectie. En enkele frappante cijfers komen ook uit een aantal studies. Dus dat... Multiconnectie is toch wel een probleem. Dus heel veel, en zeker laaggeletterden, gebruiken enkel, of hebben eigenlijk enkel een smartphone die kan dienen als digitale toegang. Dus om je ding te doen of proberen te doen. Dat betekent eigenlijk dat, dat je daar beperkt zit. Hè. Dus er zijn heel wat applicaties, programma's, diensten...
die eigenlijk niet zo heel goed werken op de smartphone, waarvoor je eigenlijk wat computer- of laptopvaardigheden zou moeten hebben. Nog erger, iets meer dan 10% van de laaggeletterden, laaggeschoolden, heeft helemaal geen toestel. Op het vlak van connectie, ik werk in Brussel, ik heb heel veel Vlaamse cijfers en Belgische cijfers soms. Brusselse cijfers zijn iets moeilijker te vinden, maar nog steeds blijkt dat 23.000 Brusselse huishoudens thuis geen internet heeft. En 27% van laaggeletterde, mogen we dat senioren noemen, 55-plussers, zelden of nooit online gaat. Dus aan toegang moeten we nog altijd blijven werken. Vaardigheden. Ik zie hier 43%. Daarnet werd 46 genoemd. Of, het komt in dezelfde richting. Maar ja, een kleine helft van de... Ah nee, het gaat hier over laaggeletterden, sorry. Een kleine helft van de laaggeletterden gebruikt weinig of geen internet. Ja, een hoog cijfer eigenlijk. Begrijpen van informatie, moeilijk. Dus een kwart heeft het daar last mee bij ons doelpubliek. En als we dan nogmaals naar Brussel kijken, maar dat is gelijklopend hoor, in andere regio's, zien we dat 40% ongeveer, hè, lage of beperkte digitale basisvaardigheden heeft. En zeker die basisvaardigheden, dat is eigenlijk een cijfer dat nog steeds stijgt. En dat komt eigenlijk omdat er steeds meer gevraagd wordt van mensen. Dus de laatste tijd moet je eigenlijk ook al over heel wat... is er een nieuw item toegevoegd aan wat eigenlijk een basisvaardigheid geworden is. En dat is veiligheid. Hè? Dus twee-stapsverificatie, soms zelfs drie-stapsverificatie, veilige paswoorden. En dus het is ook kwestie van bij te blijven en je bij te scholen. Om nieuwe tendensen op te volgen en daar ook mee te kunnen omgaan in je dagelijks leven. Ten slotte, en daarover gaat het ook vandaag voor een stuk, is die toegang tot essentiële diensten. Je kan gerust een keer de grafiek bekijken. Het is een feit dat heel wat mensen, en hier zien we een cijfer van, het is een Brussels cijfer weer, 73% van de Brusselaars gebruikt e-government om informatie op te zoeken en te verkrijgen. Je ziet ook de Belgische cijfers ernaast. Dat varieert een beetje over als het gaat over e-books of aanvragen van documenten of zo. Maar die cijfers zeggen vaak niet veel over hoe die consultatie of hoe die toegang of hoe gemakkelijk of hoe moeilijk dat proces verlopen is. En uit andere cijfers blijkt dat er bij het gebruik van essentiële diensten grote verschillen zijn tussen laaggeletterden, hogescholden, hogere inkomens, lagere inkomens en met mensen met meer of minder digitale vaardigheden. Voilà, enkele cijfers die toch wel aanduiden van er zijn soms wel wat positieve tendensen, maar toch, er is nog werk aan de winkel. En ik denk dat we in alles wat we doen vooral aandacht moeten hebben voor die vaardigheden, voor een aantal doelgroepen die het moeilijk hebben op bepaalde aspecten. Dan in veel cijfers komen dan werkzoekenden naar voren, alleenstaanden, mensen met een laag inkomen, kortgescholden. En natuurlijk mensen die een andere taal spreken en dan nog eens kortgeschoold zijn, werkzoekend zijn, dus dat is cumulatief. Die hebben het vaak wel moeilijk om hun ding te doen en om autonoom te functioneren, ook op het digitaal vlak. We hebben een paar jaar geleden al, dus die cijfers zullen wel nog voor een stukje kloppen, een keer een bevraging gedaan bij een groot deel van ons cursisten. En dan zagen we dat die cijfers voor een stukje bevestigd worden.
Dus 67% heeft thuis wifi, dus een groot deel heeft dat dus nog steeds niet. Wat wel opvallend was, dat zo goed als iedereen een smartphone heeft, wel opvallend was dan dat bijna 90% van de smartphones draait op een andere taal dan het Nederlands. Vaak is dat Frans, maar ja, ik heb al heel veel talen tegengekomen op de toestellen van ons cursisten. Een aantal mensen, die 45%, heeft thuis ook wel nog een laptop of een computer, maar vaak gaat het dan over gedeelde toestellen, toestellen die gedeeld moeten worden met de kinderen. Dus dat cijfer vertekent wat. En als we dan vroegen wat de cursisten waarvoor ze hun toestellen het meest gebruiken, dan kwamen we eigenlijk bij ja, redelijk evidente zaken. Hè. De klok, het alarm, de camera's. Mijn cursisten nemen heel veel foto's. Berichten versturen toch ook wel. Bellen, hè, wordt nog veel gedaan. We zouden het bijna vergeten, maar onze smartphone is nog steeds een telefoon. Je kan ermee bellen. Informatie opzoeken en uiteraard video kijken, YouTube. Dingen die we misschien wel voor een stukje konden. Als het gaat over taal, hè, ja, dan zijn er zeker een aantal extra drempels voor onze kortgescholden die geen of weinig Nederlands spreken, begrijpen of kunnen lezen of schrijven. Nog heel veel websites en applicaties maken gebruik van moeilijke, onbegrijpelijke woorden. Er is nog heel veel werk ook, maar dat is niet per se een digitaal probleem, maar rond heldere taal. Dus je mag de meest toegankelijke platform gebruiken om informatie te delen. Als je brieven naar ouders of naar een ander publiek in een ja, moeilijke taal zijn, dan is er nog altijd een probleem. Dus heldere taal is sowieso een aandachtspunt voor mensen die websites maken, die applicaties maken, die berichten posten, die artikels posten op websites. Daar moet absoluut meer aandacht voor zijn. Meeste websites die wij gebruiken in het dagelijks leven of voor onze dienstverleningen, zijn gemaakt voor mensen die of Nederlands, vaak ook Frans en af en toe Engels machtig zijn. Voor mensen die andere talen schrijven kunnen of kunnen lezen of praten, ligt dat vaak wat moeilijker. Hè? Oei, excuseer. Als het gaat over taalproblematiek, merken we dat ook op het digitale, hoor, schriftelijke taal eigenlijk enorm belangrijk blijft. We denken soms dat we in een beeldcultuur leven, dus dat wordt wel veel gezegd en dat klopt ook voor een stuk. Hè. Dus mensen kijken naar video's, naar dus heel veel beeld, maar als het puntje bij paaltje komt, als we willen ons ding doen op digitaal vlak, dan is taal superbelangrijk. Het probleem is vaak ook dat ons cursisten, dus die anderstaligen, die laaggescholden, net weinig ervaring hebben in een schriftelijke omgeving. We gaan daar straks wat voorbeelden van zien, dus dat maakt het allemaal wat complexer. We zien ook, als mensen digitaal bezig zijn op hun toestel aan een apparaat, dat in tegenstelling tot vroeger er weinig feedback en ondersteuning is. Men staat er een beetje alleen voor vaak. Hè? Dus vroeger kon je nog naar een loket, enfin, dat kan nog steeds. Een loket zal naar mijn gevoel nooit helemaal verdwijnen, dat hoop ik toch. Hè? Telefoon, en daar kon je dingen ook uitleggen met handen en voeten. En dan kwam je er meestal wel. Nu is dat vaak moeilijker. Het gaat over vaak schriftelijke taal.
en je staat er een beetje alleen voor. Ja, excuseer. Voilà. We moeten er ook rekening mee houden in onze aanpak dat anderstaligen of mensen die een taal leren, en bij Brusselier merken we dat toch wel, die kortgeschoolden, dat zij mondeling vaak sterker zijn, dat zij goed kunnen begrijpen, dat zij vaak een plan trekken in het spreken. En dat biedt dan weer kansen, denk ik, op digitaal vlak. Ik las onlangs dat spraakberichten trouwens weer helemaal in zijn bij jongeren. Dus spraakberichten in plaats van een sms of in plaats van een schriftelijk WhatsApp-berichtje, dat kan allemaal als je daarmee je ding kan doen. Dus hou daar altijd rekening mee. We merken wel dat taal dus een aspect is, maar we zien wel in dat digitale dat eigenlijk alle problematieken voor een stukje samenkomen. Dus die taal, die digitale geletterdheid en die digitale basisvaardigheden, die knoppenkennis ook nog, zelfs klikken, het toetsenbord kunnen gebruiken, het begrijpen van digitale informatie, kritische geletterdheid, mediawijsheid, komt eigenlijk allemaal een beetje samen en dat maakt het allemaal moeilijker in een begeleiding. Ik ben er al een paar keer per ongeluk naar toegesurfd. Ik hoop dat jullie dat kunnen lezen. Enfin, ik weet niet of er iemand Bulgaars spreekt, want we zijn wel degelijk op de website van de stad Sofia in Bulgarije. Een ander alfabet. Ikzelf, als ik. Ja, ik heb relatief weinig aanknopingspunten. Ik heb al moeite gehad om op de website te komen, om die te vinden. Ik heb al wat gescrolld en wat gesukkeld met mijn toetsenbord. Ik probeer ook scannend te lezen en te kijken. Want dat doen ons cursisten, dat leren ze ook. Zoeken naar aanknopingspunten. En dat moet ook digitaal moet je dat ook proberen te doen. Ik zie daar wel al een knop, maar bovenaan rechts. Ik herken dat toch als een knop, maar helemaal zeker ben ik dat niet. Want ik kan het echt niet lezen. Cookies zie ik ook hier. Ah, die knop zal dan met die cookies te maken hebben. Die icoontjes beneden zouden een beetje... Ja, ik zou graag een afspraak maken. Zouden een beetje een aanwijzing moeten geven. Maar ik weet niet goed of andere mensen die icoontjes goed begrijpen. Ik weet niet heel goed hoe ik hier verder mee moet. Ik sta er dus een beetje alleen voor. Ik zou kunnen, en dat... We gaan een keer kijken. En ik hoop dat de link gemaakt wordt naar de website extern. Ik ga proberen een... We gaan kijken wat het geeft. Voilà. Ik heb nu die website vertaald in het Nederlands. En het zal nog altijd niet zo heel evident zijn, maar ik zie nu inderdaad dat het bovenaan met cookies te maken heeft. Ik zie hier inderdaad ook al contact, dat maakt het al wat gemakkelijker. En ik heb nu ook wat meer aanknopingspunten, omdat het toch in het Nederlands is en dat ik een beetje begrijp. Afvalverwerking, online adresregistratie. Dus dit is wat ons cursisten... dagelijks meemaken. Hè? Dus last met de taal, last met knoppenkennis, weinig of geen herkenningspunten. Hè? Want vaak zijn dat ook afspraken. Hè? Zo'n knop, dat is in een andere kleur ook, maar dat is gewoon een afspraak die je moet kennen om te weten dat dat een knop is. Niet zo heel evident allemaal. Ik heb hier gebruik gemaakt natuurlijk van een vertaalsite. Het maakt nog niet uit welke, maar het is wel Google Translate. En dan denk je van ja, hoe je cursisten in een taalles, hè, in een, die Nederlands leren, kunnen zij zomaar alles vertalen? Ik denk dat dat kan. Ik denk dat onze cursisten op het eind van een traject op zijn minst moeten weten dat de tool...
vertaaltools dat die bestaan en dat ze die ook moeten kunnen gebruiken. Ik hoorde daar nog een collega die super blij was dat in het, de absolute start van zijn BT1, dus dat is een absolute startmodule Nederlands, dat er cursisten toch in slagen om berichten te sturen dat ze niet naar de les komen. Dat is al minder goed nieuws. Maar dat ze daar toch in slagen met vertaaltools. En dat ze dus een plan trekken en hun ding kunnen doen. Dus melden dat ze niet naar de les komen. Voilà, we gaan terug proberen naar die presentatie te gaan. Voilà. Ik heb hier ook een aantal screenshots gemaakt van een willekeurige gemeente, mijn gemeente, maar het doet niet ter zake, van de website, waar we zien dat laaggeschoolden heel wat dingen moeten doorworstelen. Anderstaligen, er zijn wat icoontjes die ze moeten begrijpen, daar moet ook aan gewerkt worden tijdens onze lessen. Plots komt het wel, wordt het wel heel moeilijk. Bevolking, EID, kaarten, je moet al goed kunnen weten wat er precies bedoeld wordt en waarover het gaat. En dan kom je uiteindelijk bij, als je dat toch gevonden hebt, kom je uiteindelijk bij dit terecht, waar er heel veel blokjes staan. Die ons cursisten gaan beginnen te lezen. Dus de kleuren betekenen niet heel veel. Dat rood online aanvragen betekent waarschijnlijk dat we daar nu naar kijken, aan de tekst onderaan. Maar dat is ook een afspraak waar je mensen attent moet op maken. Dus allemaal niet zo heel eenvoudig. Heldere taal, ook weer moeilijk. Cursisten zoeken vaak een woning. Komen dan op sites terecht met login, registreren, aanmelden. Wat is het verschil? Er wordt een e-mail gevraagd. Waarom? Als ze dan uiteindelijk geslaagd zijn, kom je bij filters terecht om jouw woning te zoeken. En dan zien we ook dat er met cijfers moet gewerkt worden. Om je woning, om een goede woning te zoeken. Minimum, maximum, bewoonbare oppervlakte, vierkante meter, allemaal eigenlijk rekenvaardigheden die het allemaal niet gemakkelijk maken. En als je dan uiteindelijk alle filters doorlopen hebt, krijg je wel een woning of een mogelijke woning aangeboden, maar in een ongelooflijk moeilijke taal, vol met cijfers, vol met getallen. Begin er maar aan. En als je dan uiteindelijk zou zeggen van, dan gaat het over kritische geletterdheid, kom je bij dit soort toestanden. Je moet al weten wat het is. En de interpretatie hiervan is ook vrij moeilijk en dat zou eigenlijk wel het verschil kunnen maken. Is dit een woning voor mij? Ja, dan nee. Een aantal andere voorbeelden waar ons cursisten allemaal te maken mee krijgen. Google Maps gebruiken we of proberen we heel veel te gebruiken. Je moet heel wat dingen doorlopen. Mensen zoeken uiteindelijk hun route, maar je moet eigenlijk, al wat kunnen schrijven. Want als je naar de Kloosterstraat wilt en je schrijft Kloosterstraat, dan loop je het risico dat je in dit geval ergens in Duitsland belandt. Voilà. Dan uiteindelijk heb je wel een route gevonden, maar dan moet je nog allerlei teksten, cijfers en kleuren doorworstelen. Wat taal, rekenen ook. Hoe laat moet ik vertrekken? Wanneer wil ik aankomen? Dat zijn eigenlijk rekenvaardigheden voor een stukje. En uiteindelijk kan je de route vinden, maar moet je die ook nog kunnen lezen. En dat is eigenlijk een nieuwe leestaal, beeldtaal eigenlijk, die je moet kunnen lezen, die je moet leren interpreteren om uiteindelijk op je route te geraken. Hetzelfde met agenda. Heel veel knoppen waar we in ons cursussen proberen te zoeken naar
de gelijkenissen, de plus bijvoorbeeld, daar kom je op heel veel toepassingen of in heel veel applicaties tegen. Dat zal dan wel iets nieuws zijn, maar dan kom je ook in moeilijke vensters toch, waar er al wat gevraagd wordt van anderstaligen en mensen met van onze kortgeschoolden. Titel toevoegen, vrij moeilijk voor laaggeschoolden. Je moet al wat vaardigheden hebben om die basisvaardigheden ICT, om data en zo en te werken met die klok. En uiteindelijk heb je dan je afspraak gemaakt. Voilà. Alles komt een beetje samen, hè. En daarmee moeten wij aan de slag. Hè. En ik ga proberen wat uit te leggen hoe wij te werk gaan om, met ons doelpubliek, met ons cursisten, met onze laaggeschoolde anderstaligen te werken aan dat digitale. Voor eerst moeten wij, maar dat geldt voor elke school, denk ik, voor een stukje werken aan die toegang, hè, want daar is nog veel werk aan de winkel. We hebben een heel netwerk waar wij kunnen naar doorverwijzen. In Brussel gaat dat over OCR's, openbare computerruimtes. Net zoals in heel veel andere Vlaamse gemeentes zijn er digipunten waar mensen terecht kunnen. Bibliotheken waar heel wat computers staan en waar er vaak ook hulp beschikbaar is. En ook vaak hulp in een andere taal. En in Brussel is er ook nog het beroepenpunt waar je voor een stukje ook mensen kunnen gaan werken met wat assistentie in functie van het zoeken van een job. En dat is bij Actiris en VDAB. Wij hebben een aantal samenwerkingen aangegaan met operatoren dan. Dat ging dan over de befaamde wifi-toegangen bij Proximus en bij Telinet, waar we toch wel wat mensen aan wifi hebben geholpen. En nog steeds, want dat is nog altijd geldig. Hola, sorry. Wat vroeger een term was die nog veel gebruikt werd en wat toen al nieuw was, hè, bring your own device, hè, is nu gemeengoed geworden. Dus iedereen heeft zijn toestel mee. In onze klas hebben we wel een beetje moeten zorgen voor aangepaste infrastructuur. En dat betekent dat we ook toestellen hebben aangekocht op de verschillende lesplaatsen. In het begin vaak tablets, maar we zien ook dat mensen nood hebben om ook hun ding te leren op laptops, Chromebooks, computers. Dus daar is nu wel ook meer en meer aandacht voor. En in sommige trajecten lenen wij toestellen uit aan cursisten. We hebben bijvoorbeeld een cursus rijbewijs, hè, theorie, waar ze wel leren in een boek, maar waar het examen bijvoorbeeld digitaal verloopt. En er ook heel veel digitale voorbeeldexamens zijn. Dus daar krijgen cursisten bij ons een apparaat mee naar huis, zodanig dat ze vertrouwd kunnen worden met het toestel. Dat ze ook kunnen vertrouwd worden met muis of mousepad. Hè. Zodanig dat ze op het examen eigenlijk goed voorbereid kunnen doen. En eigenlijk weinig stress hebben nog rond dat digitale en zich kunnen focussen op waarover het gaat. Dus de vragen om te slagen voor het theorie-examen. We hebben ook heel veel geïntegreerde trajecten naar werk. Dat betekent dat mensen tegelijk modules ICT... NT2 en Alpha hebben, vaak ook nog maatschappijoriëntatie. En daarvan krijgen cursisten ook vaak een toestel mee naar huis en brengen ze ook mee naar de klas. Superbelangrijk, die toegang, omdat er anders eigenlijk, anders kan je moeilijk werken. Dat is een basisvoorwaarde. Wij zijn wel ontzettend, wij zijn eigenlijk wel fier, hè, dat we een leerlijn, ik ga straks een voorbeeld tonen, dat we eigenlijk in al onze leerdomeinen dus een leerlijn ICT hebben toegevoegd. En zo proberen wij te werken aan dat ICT, ook bij onze cursussen Nederlands, rekenen, noem maar op.
ICT is daar dan een leermiddel. Hè? Dus als we Nederlandse les geven, dan geven we Nederlandse les. ICT is een leermiddel. Authentiek, dat is gewoon authentiek. Vroeger gingen wij op zoek naar authentiek materiaal. Dat waren dan brochures uit de winkel en folders en authentieke brieven. Maar de wereld is gewoon voor een groot stuk digitaal. En het authentiek materiaal is gewoon binnen handbereik. Dus daar moeten we van profiteren. Het is super motiverend ook als je werkt met toestellen. Als je een keer werkt met een computer in een NT2-les. Mensen vinden dat echt motiverend. En het is ook gewoon realistisch. Ik bedoel, het zijn realistische taken. Zo proberen we eigenlijk die extra leerkansen op te bouwen. We doen dat niet alleen met ICT, dus we doen dat ook met rekenen. We gaan ook cijfergeletterdheid niet uit de weg in onze NT2-lessen, maar die focus op ICT is de laatste jaren toch wel serieus gegroeid. Ga ik eens zien of dat lukt om een voorbeeld te tonen. Voilà, de foto is een beetje uitgerokken. Maar misschien een voorbeeldje uit een module BT1, denk een alfa-module, dus absolute starters wat betreft lezen, schrijven en Nederlands. En ook daar geven wij aan onze lesgevers een aantal dingen, kapstokken, waarmee ze aan de slag kunnen gaan om dat ICT binnen te brengen in de klas, steeds in functie van dat Nederlands leren. En het gaat dan over werken aan basisvaardigheden. Het gaat ook over het gebruiken van tools enzovoort. Je ziet hier cursisten die bij ons beginnen, moeten eigenlijk leren werken met die telefoon, moeten het volume weten te vinden, moeten kunnen navigeren op een gsm, moeten een keer kunnen tonen welke apps ze gebruiken, moeten een app kunnen openen, sluiten, wifi, de code invullen is vaak al moeilijk. We moeten op zijn minst weten dat er wifi is, dat wifi kan gebruikt worden, dat wifi, wat wifi is, waarvoor het dient. En dat is ook gewoon handig voor de lesgever, dat cursisten dat dan op de wifi zitten en hun telefoon ook kunnen gebruiken. In het begin werken we zeker al met apps. Foto, camera, foto's terugvinden, kunnen tonen. Maar het gaat dan in functie van taal, klasvoorwerpen, foto's maken en daar dan woordenschatoefeningen van te maken. We beginnen ook vrij snel met QR-codes, omdat je dan gemakkelijk dingen kan delen. Bij sommige cursisten is dat nog steeds met een app dat ze moeten installeren. Bij anderen is dat al gemakkelijker met de camera. Maar het opent eigenlijk ook wel nieuwe werelden. En QR-codes scannen, dat moet je niet alleen kunnen omdat je toevallig Nederlandse les volgt. Maar dan kan je dat ook gebruiken buiten de klas. Mocht je naar het restaurant gaan, kan je de menu inscannen. Communicatie is in het communicatie en ICT is zeker in die beginmodules beperkter uiteraard. Daar gaat het over telefoonnummer van onze school, toevoegen aan contacten, bellen, openen van de app, berichten beluisteren, spraakberichten sturen. Dat heb ik daarnet verteld. Spraakberichten vaak gemakkelijker dan schriftelijke berichten. En de focus, zeker in die beginfase, ligt op gebruik in de klas. Kunnen cursisten dat allemaal van de eerste keer? Nee, dat kan niet. Dus dit moet je herhalen, maar het is functioneel en het zijn dingen die bruikbaar zijn ook buiten de klascontext. En wij tonen ook hoe cursisten thuis iets kunnen herhalen. Dat is eigenlijk gemaakt voor al onze modules. En zo proberen wij met onze anderstaligen doorheen de modules, wordt uiteraard opgebouwd, hè, te komen tot navigeren op sites, afspraken maken, agenda, e-mail sturen. Wordt eigenlijk geleidelijk opgebouwd. En wij proberen met die leerlijn kapstokken te geven hoe onze collega's
ICT functioneel kunnen inzetten in de klas, maar zodanig dat deelnemers het ook functioneel kunnen gebruiken buiten de klascontext. En dan kom je al heel snel aan... dit stappenplan gebruiken wij steeds minder. Maar dit soort oefeningen gebruiken wij wel nog vaak. Op papier zelfs, hè, want cursisten moeten... even mijn blad nemen. Dit is gewoon een afspraak maken in de agenda. Het zijn taakgerichte oefeningen. Het gaat over authentieke materialen, want later gaan cursisten een afspraak moeten maken in een agenda. Maar we leggen hier de nadruk in dit soort oefeningen op kennismaking met een nieuw soort taal ook. Hè. Dus je hebt hier die icoontjes, de klok en locatie, alarm. Dat zal dan zijn mensen uitnodigen of contacten. Dus daar moeten mensen vertrouwd mee raken. Dus waar wij vaak aanleren waar, hè, is op de, in het digitale wordt dan vaak locatie gebruikt. Mensen moeten vertrouwd raken met die nieuwe, met dat nieuw taalgebruik eigenlijk. En dat is een voorbeeld oefening. Voilà. Dit is een beetje hoe wij dat proberen te integreren in onze lessen, in onze taallessen voor het grootste deel. Maar we geven ook ICT voor specifieke doelgroepen op maat. Hè, omdat we merken dat sommige mensen hebben wel een aanbod nodig dat nog meer functioneel is in wat zij willen doen of wat zij doen. En wij organiseren cursussen in ICT naar werk, dus waar we gaan focussen op cv maken, vacatures zoeken, ook wel nog agenda. Wij zijn ook actief op ICT-vlak in heel veel scholen, waar we dan gaan focussen op die digitale communicatie met de school. Thomas had het daarnet al gezegd. ICT op het werk, dus heel veel werknemers blijven het ook wel moeilijk vinden of moeten bijblijven op ICT-vlak. Daar zijn wij ook wel actief. We zijn actief bij de VDAB, waarbij geïntegreerde trajecten aanbieden in functie van opleidingen bij de VDAB in functie van werk later. En wat heel goed werkt, denk ik, en waar we nu volop mee aan het experimenteren zijn. Wij krijgen nu ook de kans om gelijktijdig geïntegreerd te werken. Dat betekent dat wij met twee lesgevers op hetzelfde moment twee verschillende modules kunnen aanbieden. En dan gaat het bijvoorbeeld, een collega geeft een les, NT2, terwijl dat een andere collega op hetzelfde moment in dezelfde klas ICT-module geeft. Dat werkt heel, heel motiverend voor cursisten. We zijn daar volop mee aan het experimenteren, maar de ervaringen zijn daar wel voorlopig toch heel positief. Voilà. Ik ga een keer kijken hoe laat het is, want de tijd gaat heel snel. Voilà. Om dit allemaal te realiseren natuurlijk, hebben wij moeten kiezen voor heel veel tools. Een aantal zijn voor een stukje bij ons dan toch verplicht. Hè. Dus hier zie je Telegram. Dus bij ons is de afspraak, als je een communicatie of een chat app gebruikt, dan gebruiken we Telegram. Enerzijds, cursisten zijn er vaak vertrouwd mee. Twee, je kan er spraakberichten meesturen, dat kan ook in WhatsApp, maar Telegram is iets beter qua privacy als je werkt met groepen. We hebben ook gekozen voor Google Classroom niet als communicatieplatform, maar eerder als deelplatform. Een deel van een Google-toepassing eigenlijk, waar we digitale oefeningen
gemakkelijk kunnen delen met cursisten. We hebben gekozen om deze twee voor een stukje verplicht te maken, omdat dat zorgt voor vertrouwdheid. Moet wel veel geoefend worden om bijvoorbeeld die Classroom te kunnen gebruiken. Dat gebeurt allemaal niet vanzelf en we gebruiken die Classroom zeker in het begin om oefeningen te delen binnen de klascontext, alleen in de klas, om dan later te komen tot oefeningen delen die ze ook thuis kunnen maken. Als het allemaal te moeilijk is, gaan we naar Padlet. Is het hier een link achter? Nee, sorry. naar Padlet is eigenlijk een muur, een pagina waar je linken verzamelt. En heel wat collega's werken ook met Google Sites in de klas, een website, waar je dus eigenlijk vertrouwd raakt ook met het navigeren op een website en tegelijkertijd heel wat interessant oefenmateriaal kan delen. Hier zijn we wel, hier zit wel een link achter. Wij hebben, en dat is vooral een beetje in gang geschoten, toch weer een drietal jaar geleden. Ik ga er niet te veel over praten, maar heel dat digitale is hier sowieso in een stroomversnelling gekomen. We hebben een website gemaakt waar we cursisten dus thuis digitaal kunnen oefenen. Dat is met niveaus. Hier kijken. En oefeningen die de tools, WordWall, BookWidgets, video's enzovoort. Zodanig dat cursisten eigenlijk thuis kunnen oefenen, maar steeds weer in een... wacht hoor, een keer kijken. Een keer teruggaan. Voilà. Maar steeds weer in een functionele context. Hè. Want cursisten hebben vaak een rol. Hè. Ze zoeken een job of ze zoeken een huis of actualiteit. Dus zo functioneel mogelijk. Ik weet niet of mensen WordWall kennen. WordWall is een tool om oefeningen te maken. Hè. Dus een keer kijken. Ik weet niet, het mank zal duidelijk zijn, maar goed, we zullen wel zien. Voilà. Met een Nederlands accent, maar dat is niet altijd heel erg. Dus waar je op een toch wel vrij snelle manier oefeningen kan maken, digitale oefeningen kan maken, waar dat vroeger echt moeilijk was om content te creëren, hè, dus oefeningen te maken. Dat kan nu heel snel. Hier gaat het over het herkennen van cijfers en het koppelen van een cijfer aan een betekenis. Hè. 1030, dat zal een postcode zijn. Dat zijn telefoonnummers, dat is een smartphone nummer. Dat is een goede oefening voor onze alpha-cursisten. Zeker eens kijken of je hier mee aan de slag kan, WordWall. BookWidgets, een Belgische firma waar je ook op een ongelooflijk goede manier, een snelle manier, prachtige digitale oefeningen kan maken. Moet je zeker eens bekijken, maar het is wel een van de beter gekende tools. Die tools krijgen uiteraard, als je projecteert op een beamer, heeft dat, dat kan, hè, dus je kan dat gewoon doen. Maar de meerwaarde is ook maar als cursisten worden geactiveerd door jouw oefening. Dus het is niet omdat je digitale oefeningen maakt, dat je jouw cursisten digitaal versterkt. Het hangt ervan af wat je met je oefening doet. Hè. Dus bijvoorbeeld, nu zijn we bezig met een actie om onze cursisten ook aan het digibord te krijgen. Dus wij merken dat ons digiborden nog altijd vaak gebruikt worden als beamer, terwijl dat je daar cursisten kunt activeren en kunt leren
slepen en swipen en terwijl dat ze dezelfde oefening doen. We hebben ook wel, wij werken ook heel veel in onze klassen met Diglin, Diglin Plus. Dat is een alfabetiseringsmethode, oorspronkelijk uit Nederland. Maar de collega's van Brussel hier hebben eigenlijk gezorgd dat er toch wel Vlaamse versies en dat er Vlaamse input is en dat de luisterfragmenten niet altijd in het Holland zijn. Meesten zullen wel Netbox kennen, dus een supergoeie website. En sinds kort weer een applicatie, de Netbox-applicatie, waar cursisten in reële contexten, het ziekenhuis of de school of het station, digitale oefeningen krijgen, digitale opdrachten doen in de applicatie. Uiteraard maken we ook gebruik van 1, 2, 3 digits. Dat is nu een voorbeeldje, maar omdat er toch wel... een keer kijken. Voilà. Omdat het toch wel beantwoordt aan hoe wij voor een stuk werken met onze cursisten. En inderdaad focust op niet-evidente dingen, zoals aan en het onderwerp. En wat betekent dan opstellen en waar is die verzendknop? Er is ook vaak video... Dus dat gebruiken wij zeker en dat kan individueel of klassikaal aan het digibord. Een keer verder kijken. Uiteraard, als het gaat over heldere taal, zitten wij hier al voor een stukje safe. Als we naar een echte website gaan, een echte krant ook. Hè. Dus dat gaat dan over de Wablieft. Waar we ook wel trots op zijn, denk ik, is... vind ik dan, waar ik dan toch trots op ben, is de LIGO Brusselaer Facebookpagina. Wij waren zeker niet een pionier om op Facebook te komen, omdat we er lang over nagedacht hebben, maar wij gebruiken onze Facebookpagina echt wel als een leertool. Er worden heel regelmatig berichtjes gepost. Maar de cursist staat centraal. Er is meestal ook audio bij de video's die gepost worden of bij de foto's die gepost worden. En het is eigenlijk de cursist die centraal staat. En we nodigen uit om onze lesgevers moeten ook of kunnen ook de Facebookpagina gebruiken als leertool in de klas. Als je hier... post of een opmerking plaatst, mag er al eens een taalfoutje in staan. De communicatie is hier het belangrijkst. Maar zeker een keer te checken of bekijken een keer. Ik vind wel dat we een zeer goede Facebookpagina hebben, waar we de laatste tijd een beetje mee bezig zijn. En dat is een project van Brusselaer met een aantal Brusselse CVO's. Een ESF-project, waar er gewerkt wordt aan een website. Dat is nu maar een heel klein stukje. Maar waar cursisten allerlei dingen kunnen opdoen. En aangezien het vaak heel moeilijk is om op de echte website direct je ding te doen en bijvoorbeeld online te kopen, worden hier voor een stukje... websites nagemaakt. We spreken dan niet meer over authentiek materiaal, maar semi-authentiek materiaal. Cursisten kunnen hetzelfde doen, moet natuurlijk opdrachten krijgen. Hè. Maar in een vrij vertrouwde context, en de taal is voor een stukje aangepast hè, aan het taalniveau van onze cursisten. We gaan zien wat dat geeft, vrij nieuw. Maar sowieso zal op het einde van een traject of op het einde van een oefening zullen we ook de stap moeten zetten naar de echte website. Dus ook bijvoorbeeld een website aangemaakt waar cursisten op een gemakkelijker manier een keer een appartement kunnen zoeken.
Maar de link naar ImoWeb in dat geval, we zullen dat dan toch moeten proberen, want dat is natuurlijk hoe het er echt aan toe gaat. Een keer kijken, ik denk dat ik voor een stukje rond ben. Ja, ik weet niet of dat nog, ik denk het wel, ik denk dat dat wel interessant is. Een heel goede app, dus een leessimpel app. De app heet Leessimpel, waar je moeilijke brieven kunt scannen en waar je dus eigenlijk een versimpelde brief krijgt. Eigenlijk wat wij vaak leren aan cursisten, zowel digitaal als op papier, zoek naar aanknopingspunten van wie is de brief, waarom, wat staat daarin, wat moet je doen. De Leessimpel app kan dat, of doet dat voor een groot stuk. Het is een super vreemd dat dat zo gemakkelijk gaat. Het zal AI zijn en zo. Hou wel rekening met privacy. Dus als je mensen brieven laat inscannen, probeer persoonlijke gegevens af te dekken. Ik denk dat... Allee, het is niet helemaal duidelijk wat er met die gegevens gebeurt. Worden voor een tijdje bewaard. Maar het is altijd een goed idee om je persoonlijke gegevens in brieven of in digitale schermen af te schermen. Hè. Dus voilà. Nog één ding, mediacoaches zie je daar ook staan. Ik gaf nu misschien de indruk van, dat gaat allemaal vlot en de collega's gaan daarmee vlot aan de slag. Dat klopt voor een groot stuk. Het gaat goed vooruit, het werken aan dat digitale bij onze anderstaligen. Maar we hebben ook wel een team van mediacoaches die lesgevers ondersteunen in het functioneel inbrengen van dat ICT in de klas. En het gaat dan over het een les samen voorbereiden en kijken wat zijn hier digitale kansen. Het kan ook gaan over co-teaching, het kan ook gaan over samen oefeningen. Bekijken hoe we onze oefeningen zo goed, of onze tools zo goed mogelijk kunnen inzetten. Dus een team mediacoaches ondersteunt eigenlijk de lesgevers bij LIGO Brusselier. En dat is vaak nodig, want ook collega's moeten aan heel veel dingen denken. Dat digitale is er altijd al geweest, maar is de laatste tijd nog belangrijker in de klas. Maar dat geldt ook nog voor heel veel andere dingen. Dus die mediacoaches kunnen daar wel onze collega's bij assisteren. En dan uiteindelijk, hier nog kort mijn contactgegevens. Contacteer mij maar als er vragen zijn. Dat kan op allerlei manieren. Je zal dus ook wel blijkbaar de video bezorgd krijgen waar je alles nog een keer kan herbekijken. Voilà, ik hoop dat het interessant was, dat het aan de verwachtingen voldeed. Tijd voor vragen, want ik ben al een beetje te laat. Bedankt, Christophe, voor de uitleg. Het was inderdaad zeer, zeer boeiend. Zeer volledig. Ook leuke tips dat je meegaf. Leuke tools. Ik ga zelf nu meteen mijn scherm delen. Jullie zien, normaal gezien, nu mijn scherm. We zijn al een beetje over tijd, maar toch bedankt iedereen om geduldig met ons te blijven. Ik wil kort een nieuwe module met jullie delen. Dat is sinds vanochtend online. De It's Me-applicatie gebruiken met anderstaligen. En hebben we net in de ontwikkeling van dit module hebben we net die Christophe vandaag heeft meegegeven zo goed mogelijk verwerkt. Dus de echte omgeving van de It's Me applicatie en de websites, overheidswebsites bij uitstek, dat is waar we het gebruiken.
eigenlijk na te bootsen. Dus eerst ontdekken, vervolgens onthouden. Wat is ook de digitale woordenschat? En jullie zien daar een kleine screenshot. Digitale identiteit aanmelden. Wat wil dat allemaal zeggen? Achter elk kaartje gaan jullie een definitie vinden, zodat de cursist ook eigenlijk kan oefenen en begrijpen, oké, als het gaat over aanmelden, login, is eigenlijk hetzelfde, dus een beperkte woordenschat. We hebben daar geen ellendig lange lijsten woordenschat in toegevoegd, maar enkel de sleutelwoorden. En dan een oefenomgeving, ook zodat de cursisten dat ook in een veilige omgeving kunnen testen voor je leren dat ze met hun eigen computer of smartphone aan de slag gaan. Als jullie op 1, 2, 3 digit gaan, gaan jullie dat hier terugvinden. Dus bij de meest recente hulpmiddelen. Of anders ook onder e-administratie. Ik toon het jullie snel. Jullie vinden het ook in eenvoudige taal. En als jullie dan daarop klikken hier, de interactieve opleiding had ik hier al openstaan. Dus interactieve opleiding. En de bedoeling is echt dat we eenvoudige taal voor anderstaligen, dat je echt als anderstalige of cursist in Nederlands, wanneer je Nederlands begint te leren, kan gebruiken. Heel veel beeldmateriaal, video's met audio, zo weinig mogelijk tekst. De tekst is eigenlijk aanvullend aan ofwel het beeldmateriaal ofwel de video's. En dus hier ontdekken waarvoor dient dit SME. De video, jullie horen het, ik denk niet dat ik het geluid heb gedeeld, maar jullie zien heel weinig tekst, maar wel beeldmateriaal, zodat de mensen zien en horen waar het voor dient. De onthouden, woordenschat had ik daarnet al gedeeld. Misschien ook een leuke is hier waar jullie kunnen oefenen om jullie aan te melden op met iets mee. Aanmelden, ik moet even doorscrollen met de verschillende stappen, stap per stap, met een Zoom waar de mensen op moeten klikken of wat ze moeten doen. Nog eens een videootje. Zo hier, meld je aan op My Belgium en hier heb je dan een smartphone waar je eventueel wil laden. Dus zonder tekst, je hebt wel heel kort een beetje tekst met de opdracht. En dus je moet de onderstaande smartphone gebruiken om je via It's.me aan te melden op My Belgium. En dus je moet hier gewoon doorklikken. Je hebt ook altijd een hulpknop. Hè? Als je niet weet wat je moet doen, aanmelden opnieuw, hulpknop via It's.me. En dan zo stap per stap eigenlijk iets meer leren gebruiken. Dit is een nieuw module en dat is ook wat we meer en meer gaan proberen doen op 1, 2, 3 digit. Focussen op laaggeletterde, laaggeschoolde mensen, zodat essentiële applicaties of diensten ook toegankelijk worden voor hen qua ICT, zodat ze zeker mee kunnen. Alles wordt per mail doorgestuurd, zowel de presentatie van Christophe daarnet als wat ik nu deel over 1, 2, 3 digit. Jullie gaan in de presentaties ook alle nuttige links terugvinden en de replay ook van dit webinar. Zo, we zijn een beetje over tijd, maar ik wil zeker ook nog even de tijd nemen als er vragen zijn. Ik zeg er eentje van Diane in de chat of de oefening ook op smartphone uit te voeren is. Ja, absoluut. Dus 1, 2, 3 digit is voor de meeste modules aangepast om zich aan
aanpassen op het formaat van het scherm. En dus ook voor smartphones is niet voor alle modules hetzelfde, maar deze wel. Deze module wel. En zolang dat er nog volk is, wil ik ook iedereen, voor iedereen, Christophe Daams van Lego Brussel, hartelijk bedanken voor zijn presentatie. Was zeer interessant, dus Christophe, hartelijk bedankt daarvoor. En bedankt ook iedereen dat jullie erbij waren en ik hoop dat jullie het interessant vonden. Zo, gezien dat we al over tijd zijn, ga ik jullie niet langer tegenhouden en wens ik jullie nog een fijne namiddag toe. En